Volgens mij zijn dat geen anjetjes, kleine anjetjes. Hoera! Hoera! langzaam tot me doordringen en besloot een briefje te schrijven aan mama om haar beterschap te wensen. Het was namelijk een zware bevalling, waarin ik aangaf dat mijn nieuwe broertje ook een naam extra beginnen. Ja? Ja? Het was in de jaren 60 dat ik in dienst zat. En dat mijn broertje Paul beloofde voor mijn dieren te zorgen. En dat waren duiven. Ik heb deze brief toevallig opgedoken uit een heel oud doosje. En ik wil even voorstellen. Beste Vos, hoe gaat het ermee? Met mij alles goed. En met de duiven ook. Ik heb nog een postje ervan. Een postduifje. Dat mailtje van mij had ik uitgelaten en toen het terugkwam had het die grote roodbonte doffer van de melkboer bij zich. Nou, dat was zo'n raar gezicht, dat bange mailtje en die grote roodbonte doffer. Je ziet de successen van je jongere plaatsvervanger zijn niet mis. Ik heb al verschillende complimenten gehad, vooral van de witte doffer. En de kraaidoffer over de reinheid van de hokken. Er is er zelfs eentje bij die als hij nu ziet zegt: dag schone jongeling, ik laat natuurlijk ook geen zaadje voor de hokken doen. Ja,
waardoor er al 5 muizen omgekomen zijn. Ze zijn morsdood. Ik laat ze natuurlijk regelmatig uit tussen de middag. Leopold en Boudewijn komen regelmatig de orders halen, dus papa mis je helemaal niet. Nou, er wordt gefloten, dat was een uitdrukking van mij, waarmee ik ook altijd mijn brieven eindigde. Ik weet niet of het de commandant is of de fluitketel, maar ik kap maar mee. Dag, Paul. En als hij aan de avond kap, had hij dus deze tekening gemaakt. Ik kan me nog herinneren dat jij als klein joch gek was van paarden. Jij werkt allemaal paard. Jij kreeg dus voor je verjaardag een eigen paard. Weliswaar geen levenpaard, maar een rubberpaardje. Bruin, schattig, met van die leidsels om. En oom Lene van twee hoog boven timmerde een heel mooi maaischeel karretje achter. Jij speelde daar oefenlens mee, in de lange achtergang heen en weer. Maar je speelde ook met Niek. Het beroemde spel, ik denk dat het daar het over ging. Janne Piet. Niek, zullen we Janne Piet spelen? En dan hoorde ik Niek zeggen. Ja, dat is goed. En je ging een andere stem, maar jullie speelden daar iets. Ja. Dat heet. Je was beslist geen wildebeest. Geen wilde geen wilde als 12-jarig jochie, dat weet ik niet voor je vader, maar ging jij naar volksdansen? Volksdansen! Ik hoorde het niet. We hadden allemaal mooie witte, daar ging je mee op. Jouw bromfietstoer naar Zweden op een poep, verkocht van mijn collega Sammy en van Lieve collega van de Nederlandse Onderwijsbeheer. Maak ik niet meer mee, vanwege ik denk alweer een andere baan. Want dat is een groot verschil. Ja, ik twee en hij 17. Bij de BOVAG waarschijnlijk. Dan mocht ik na afloop jullie foto's af. In mijn knap geoutilleerde donkere kamer in de gangkast onder de trap. Ik was best jaloers op jullie toen ik het vrouwelijk schoon zag opkomen in dit flauwe donkere kamerlicht. Ja. Als je doet, weet je hoe dat komt? Ja, dat weet ik. Het vrouwelijk schoon van de Zweedse rondzit. Terwijl ik snel verveeld raakte van de meeste banen, weet jij steeds weer van elkaar te krijgen zo lang mogelijk uit te halen. Een gave op zich. Zelfs een koep met de directeursdochter tot een overname van het bedrijf schuwde jij niet om zo je baan te kunnen houden. Oude snoepert. Ook nu nog. Op je 65e verjaardag heb je vrij moeten sparen. Nee, dat kan niet. Nee, van. Nee. Okay. Ja, die vrije tijd is gepermitteerd. Oké. Ja, ja. Want je hebt nog steeds een baan en een werkgever. Toch? Ja, ja. Maar heel misschien ga jij die in de loop van het jaar laten schieten. Hartstikke leuk dat ze dus. Deze woorden nu uitspreken en niet op een begrafenis. Dus ja, het zou een mooie traditie zijn om dit soort evenementen te gebruiken om elkaar eens te gedenken. Misschien wat ik hoor. Dat is al 5 jaar bij. Iedere keer met de 5 jaar. Ja, ja. En we zijn allemaal van plan om in ieder geval bij een oudste broer weer 106 worden. Ja. Dus dat is 2 jaar bijgekomen. Ja, dat komt een paar jaar. In verband met pensioengewerkt tot de leeftijd. We gaan allemaal volgen. Dus we hebben nog heel wat jaartjes te gaan. Nou, fijn dat jullie er allemaal zijn. En het buffet is geopend. Ja. Dat heb ik allemaal. Toch voor mijn deel van de familie. Ik wil wel gezellig met z'n allen aan tafel. Ja, dat is wel leuk. Een beetje aan het water zitten.
Ja. 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 Ja.